Hoi, ik ben Iris Kortagen en ik werk bij het Ratenaar Instituut onder andere aan het thema digitale democratie. Nou, we staan hier midden in de offline democratie, de Tweede Kamer. Maar wij kijken hoe je met online instrumenten kunt zorgen dat je burgers en organisaties beter betrekt bij besluitvorming. Daar lijkt ook behoefte aan te zijn. Er zijn allerlei onderzoeken die aangeven dat burgers willen meebeslissen bij belangrijke kwesties. En we zien ook vanuit de politiek dat zij heel graag willen vernieuwen. Dat zij op zoek zijn naar hoe kunnen we ook die participatie, het meedenken van burgers ook organiseren. Nou, dat moet wel op een goede manier gebeuren en daar komen wij om de hoek. Want wij zijn er als Ratenaar Instituut om publieke waarden te borgen waar het gaat om interacties tussen technologie en samenleving. Dus die digitale tools en de democratie. En dan hebben we het over dat het transparant moet gebeuren. We vinden het ook heel belangrijk dat het inclusief gebeurt, dus dat iedereen mag meedoen en niet alleen de witte elite en zeker niet alleen maar mannen. Die zijn vaak toch overgerepresenteerd. En daarnaast vinden we het belangrijk dat het responsief gebeurt. Dus dat niet burgers om een inspanning wordt gevraagd, maar vervolgens dan geen effecten van te zien zijn in de besluitvorming en het leidt tot teleurstelling. Dus wij in ons onderzoek zijn op zoek naar de condities die zorgen voor burgerbetrokkenheid, digitaal georganiseerd. Die zo is ontworpen en zo is ingebed in besluitvorming dat het zorgt voor echte impact.